Hij heeft echt niks beters te doen. Tom van den Heuvel. Ook vandaag grond, verzet en andere werkzaamheden. Voor een zwembad, dat dan weer wel. Het is zo lekker weer, maar het werk moet toch af. Hè. Dus we gaan gewoon rustig door. Kom in de kas. Ooit gehoord van tomatenplanten die koude lucht afstoten? Hier hangen ze. Dus die planten zetten allemaal die zon om in suikers. En daarbij verdampen ze heel veel. En zodoende krijg je in de loop van de dag, als die zonneinstraling wat minder wordt, krijg je zoveel verdamping dat daardoor zelfs die temperatuur een klein beetje gaat dalen. Maar dan is iedereen al lang thuis en zit iedereen al lekker op het terras aan een welverdiend biertje. Tomaten die koelen. Het is niets nieuws. Over tomaten gesproken, waar denkt u aan vandaag? IJsklontjes, zeker. Zeker, IJsklontjes, ja. Het zwembad vordert gestaag. Nu nog wat water erin en ploen ze maar. Dat komt vandaag helaas niet meer af. Dat gaat de zwembadman eerst bekleden en dan kunnen we er later in. Hij heeft zich vandaag niet ziek gemeld, zelfs niet aan gedacht. De schouw moet roken, ook bij dit weer. Gaan we klagen? Ik ben langzaam aan het smelten, dus de laatste vraag. Kunnen we concluderen dat we niet moeten zeuren en dat het allemaal wel meevalt met die temperaturen? Ja, dat kun je rustig concluderen. Het valt reuze mee. Dit was Tropische Dag nummer 1. Hopelijk heeft u genoten. De volgende kan nog even op zich laten wachten.